Tot de moord op Pim Fortuyn had bijna niemand van hem gehoord. Maar na de moord werd hij opeens fractievoorzitter van een grote fractie, de LPF, met 26 Kamerleden. Dames en heren, hier is hij, de erfenisbewaarder van Pim Fortuyn, Mat Herbe. Ja, goedenavond. Gaat u zitten. Ja, we gaan terugblikken op Pim Fortuyn. En dan lijkt het me goed om eerst maar naar wat beelden te kijken. Dat leidt ertoe dat de heer Pim Fortuyn met 394 stemmen is gekozen. Waarschijnlijk fatale aanslag is gepleegd. Het gebeurde rond 6 uur. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn, die net een interview had gegeven. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. Het is nog onduidelijk wat Leefbaar Nederland voor de Nederlandse politieke verhoudingen gaat betekenen. De vlam slaat in de pan na een interview met de Volkskrant, waarin Fortuyn de islam een achterlijke godsdienst noemt en het verbod op discriminatie ter discussie stelt. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. Nederland wordt wakker. Hij weet wat hij wil. Ik weet waar wij tegen vechten. Hij gaat hier een grens over die je niet mag passeren. En u vindt dat Fortuyn het volk bedriegt? Ik vind een gevaarlijke man wat dat betreft. Is hier in het land een sfeer aan het ontstaan rond mijn persoon en mijn groepering die ik uitermate walgelijk vind. Op naar de nul zetels! Op naar de nul zetels! Geen racisme, geen stem! Wat Fortuyn zegt, dat is in ernstige mate dus tweedracht zaaien. En haat ook. Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Ook zijn veiligheid van lijf en leden moet naar vermogen worden gewaarborgd. En dat zal ook gebeuren. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren zonder demonisering. Vanochtend heeft Pim Fortuyn laten zien wat hij wil. Het masker afgeworpen. Het is de bijl aan de wortel van de grondwet en de beschaving. Hij gaat hier een grens over die je niet mag passeren. Ik word de nieuwe minister-president van dit land. Vergis je niet. Ik word de minister-president. Ik ga ervoor en ik word gekozen door het Nederlandse volk. Als dat werkelijk zo zou gebeuren, en God verhoede dat dat zo zou zijn, dan slaat Nederland een playfiguur in de wereld. Wordt neergezet als een vreemdelingenhater, een racist, als een man die asociaal zou zijn. Potsierlijk, zoals ik zeg, een playfiguur. En het aardige is dat de kiezer bepaalt wie er gelijk heeft. En niet meneer Kok, nog meneer Melkert, en al helemaal niet die lafaard van een Bolkestein. Ik ga ervoor en ik word gekozen door het Nederlandse volk. Dank u wel. Pim Fortuyn! Er is wel reden voor grote bezorgdheid. Dit is extreem rechts. Ik weet waar wij tegen vechten. Tweedrachtzaak en haat ook. Ik vind het een gevaarlijke man. Nederland wordt wakker. Als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd. Radio 1 meldt zojuist dat Pim Fortuyn onder een laken liggend is afgevoerd vanuit het Mediapark. En dat zou betekenen dat hij is overleden. Een schotwond aan de zijkant van zijn hoofd, een schotwond in de borst en een schotwond in de hals. Toen ik een jaar of 14, 15 was, had ik al het idee, ik word een jaar of 86, 87. En dat is echt nooit meer uit mijn hoofd gegaan. At your service. Ja? Het is kort geleden, maar... Ja, het lijkt de dag van gisteren, hè? Ja? Voor mij in ieder geval wel, en denk voor veel mensen. Het is toch alweer 4 jaar geleden. Maar...
Zeker als je zoals nu ziet wat er in de politiek gebeurt. En je ziet de restauratie, het proberen ongedaan maken van wat toen bereikt is. Door Pim. Dan heeft dat op mij wel weer een motiverende invloed, zo'n filmpje moet ik zeggen. Nou, die erfenis van Pim gaan we het straks hebben. Maar nog even de vraag, waar was u toen op dat moment? Een paar minuten over zes? Dat weet ik heel goed. Ik was op het hoofdkwartier van de lijst Pim Fortuyn. Dat was in Rotterdam. Ja. Om daar te regelen de komende dagen. We waren van plan een slotcampagne te voeren. De laatste 14 dagen, zeg maar, voor de verkiezingen. En Pim was om veiligheidsredenen nog niet het land ingegaan. En ik was bezig een campagne te regelen in Limburg. Waar we zou spreken met burgemeester Gert Leers. Ja. Zeeland en Friesland. Ja. Toen u dat hoorde, wat... Ik bedoel, ik weet nog precies waar het was en wat er door me heen ging toen ik het hoorde. Ja. Toen u het hoorde, wat was het? Nou ja, zeg het maar. Wij stonden in een grote zaal met allemaal vrijwilligers van de lijst Pim Fortuyn. En ja, ongeloof heerste natuurlijk. En de eerste reactie was van, nou, dat kan niet waar zijn. Ja. Of het zal wel goed aflopen. Ja. Ze zijn er gelukkig snel bij. Ja. Maar ik werd al binnen een kwartier of 20 minuten gebeld door de manager, Albert de Boy. En die zei, Matt, het is over. Zo, ja. Want die had erbij gestaan, ja. Die had het gezien. En vanaf dat moment, dan maakt zich alleen maar... Op dat moment in eerste instantie een woede van je meester, denk ik. Dat was de eerste emotie? Ja, de eerste was woede, ja. Van, het zie je wel toch. Ja. Toch? Die demonisering. Ja. Dat was ontzettend kwaad. Ja. Hoor het weer. Ja. Als je nou naar dit filmpje kijkt, hè, dan... Dan proef je wel iets van een klimaat waarin het als het ware kon gebeuren. Het klimaat is geen oorzaak ervan, maar als je nu deze uitspraken allemaal achter elkaar ziet... ze zijn wel achter elkaar gemonteerd, maar dan denk je... joh, er was wel heel wat heftigs aan de hand richting Pim Fortuyn. Ja, absoluut. Ik denk ook dat die demonisering is gewoon een realistisch feit geweest. Ja. Er is geen spoor van twijfel in mijn gedachten dat... Al die mensen die hier nu op tv in de beelden voorbij kwamen... op zijn minst boter op hun hoofd te hebben toen zij na de moord op Pim Fortuyn zagen... het was een groot man en hij heeft veel betekend en dat hebben wij nooit voorzien. En er is nog nooit iemand in Nederland, gelukkig, ik moet het afkloppen... door iemand van een rechtssignatuur vermoord of zijn er misdaden begaan. Maar we hebben hier sinds de jaren 70 overvallen gehad, ontvoeringen, mensen verminkt, demonstraties. De kogel kwam van links, was toen het verhaal. In ieder geval niet van rechts. Terwijl u de man was die toen dat verteld werd, hè, de kogel kwam van links. Ja. Dat was Langendam die dat zei. U was de man die toen zei, niet te veel dimmen. Laten we dat niet te fors uitspreken. U was de man die depolariseerde toen die kogel van links kwam. Omdat zijn uitspraak, de kogel komt van links, in zijn volle omvang te breed is. Ja. Links is natuurlijk een amalgaam van allerlei stromingen... van zeer brave, goedwillende burgers tot linksextremisten. Ja. Dus je kunt niet generaliseren in die opzicht. En ik zie dat het bij u nu wat boven komt. Dat gevoel van de kogel kwam van links. Ja, want dat was de bevestiging. Pim was immers vermoord, waar we bang voor waren. Ja. En waar hij zelf in die beelden, u heeft het gezien... ook bij Jens, een andere uitzending, heeft gezegd... ik waarschuw daarvoor, want het gaat gebeuren. Ja. Zelf op dat moment, in die weken dat we daar mee bezig waren... sloot je daarvoor af. Het zal toch niet waar zijn? Heeft u er serieus rekening mee gehouden? Nee. Niet? Nee, niet dat hij vermoord zou worden, nee. Je hebt wel in die zin, als er een vreemde telefoontjes kwamen... of dreigbrieven, dan gaf je het door aan de politie. Ja. En ik denk, dat is in goede handen. Dus we waren wel zorgzaam. We hebben dus bijvoorbeeld bewust in de campagne eigenlijk alle interviews bij hem thuis gedaan. Ik heb tientallen journalisten daar thuis bij Pim ontmoet. Ja, precies. En we gingen niet op locatie. Nee. Alleen die laatste 3-4 dagen zouden we dat gaan doen. Daarom was ik die dag niet bij Pim. Ja. Om die dagen te regelen dat wij op pad zouden gaan. Onder strikte voorzorgsmaatregelen. Dan hadden we bodyguards en allerlei andere mensen. Hoewel dat al wel wat bij hem zat. Want ik heb hem die weken en maanden een aantal keren geïnterviewd. Hier in Hilversum. Ja, we hadden altijd... En er zat altijd al bewaking bij hem. Altijd was er al bewaking. Ja. Want was hij angstig ervoor? Was hij zelf angstig? Want hij zei in dat filmpje... Er is een klimaat gecreëerd. Ja. Als ik vermoord word, dan is het de schuld van enzovoort. Ja. Er had zelf iets, de gevoel van angst. Nou, niet zozeer angst, maar wel fatalisme. Zou ik willen zeggen. Ja. Want angst, Pim was geen bang man. Nee. Dus hij was een moedig man. Maar hij wist dat... omdat zijn moeder had al gezegd... Pim, ga niet in de politiek. Word geen premier, want dan word je vermoord. Ja. En hij geloofde echt die voorspelling van zijn moeder. Ja. En, dus hij had er zeker fatalisme over me. Ik moet dit doen. Zijn moeder is overleden begin maart. En hij zei later,
Zij kan het in ieder geval niet meer meemaken als er wat overkomt. Nee. Dus ik heb wel eens gedacht, dan, als zij nog geleefd zou hebben, zou die misschien wel teruggetreden zijn. Ja. Oké, we gaan het hebben nu over de erfenis van Fortuyn. Wat is er van zijn idealen terechtgekomen? Maar eerst kijken we even naar een filmpje. Ja, totale verslagenheid. En natuurlijk een ondubbelzinnige veroordeling over datgene wat er gebeurd is. Het is in één woord weerzinwekkend. Op de een of andere manier heb je het idee dat Nederland haar onschuld heeft verloren. Ik had Pim, die natuurlijk altijd een beetje van de heldendood gedroomd heeft, geen waardiger afscheid kunnen toewensen dan dit. Juist met die lijkwitte Melkert, juist met Kok die zat te gapen en het moeilijk had. Pim Fortuyn is niet op te volgen, dus er komt geen opvolger voor Pim Fortuyn. Het gekke is dat mensen zeggen, morgen gaat het werk beginnen. Ja, maar nou, wat wij meegemaakt hebben de laatste maanden is, en zeker de laatste week, is een kabinetsformatie. Ja, dat zien we wel. Daar lig ik niet wakker van. Dat kan nooit erger zijn dan het verliezen van een lijsttrekker. Anderhalf uur na de moord op Pim Fortuyn barst de discussie over hoe dit heeft kunnen gebeuren al los. En beschuldigt Mart Herbe links Nederland. Pim heeft me vele malen de afgelopen weken gezet. Nu moet je er raar op kijken als ik word neergeschoten. Waarom dacht hij dat? Omdat we bedreigingen kregen. En dat... De haatcampagne eigenlijk die door links is ingezet. En met name door, ik moet het zeggen helaas, de Partij van de Arbeid voorop, die niet naliet ons in de extreem rechtse hoek te plaatsen. Dat heeft ons de afgelopen week zo verschrikkelijk veel tijd en energie gekost om dat vooroordeel weg te halen. Dat is schandelijk. Pim heeft vele malen gezegd, schandelijk. Ja, ik heb er niets aan toe te voegen, meneer Knevel. Dat is de woorden van toen sta ik nog volledig achter. Dat is, wij hebben, het grappige is dat wij in april daaromtrent de verhouding met de Nederlandse media behoorlijk weer goed kregen. Daar heb ik heel veel tijd in geïnvesteerd. Want mijn visie was toen ik aantrad als de woordvoerder van Fortuyn, je hebt een controversiële boodschap. We moeten laten zien dat jij een man van vlees en bloed bent met het hart op de goede plaats. Dus we gaan weg van die confronterende benadering die een beetje bij Leefbaar Nederland was ingezet door Kai van der Linden. Daar hou ik niet zo van. De boodschap is al controversieel genoeg. Ja. En dat lukte. We kregen echt veel goede publiciteit. Je was als het ware door het dal heen. We gingen echt weer klimmen. Ja. Totdat in Frankrijk de verkiezingen werden gehouden. Ja. En Le Pen kwam weer in beeld. En werden al die oude beelden weer opgerakeld. En dat heeft ons echt heel veel, heeft Pim heel veel pijn gedaan. U bent in beeld dan een aantal dagen, weken als de opvolger van Fortuyn. Waarom? Waarom was u, want u zei niemand kan hem opvolgen. Hij is onopvolgbaar, om het zo maar te zeggen. U heeft het gedaan, waarom? Nou, ik was bij leven zijn woordvoerder en ik heb het een poosje volgehouden omdat hij was vermoord, zogezegd. Ja. Mijn idee was tot de verkiezingen van 15 mei blijf ik zijn woordvoerder. Ja. Dat was het verzoek ook van de partijleiding en de collega-kandidaat Kamerleden. Ja. De nummer 2 op de lijst, João Varela, zei Mat, wil jij het alsjeblieft doen? Ja. João was helemaal aangedaan en niet meer aanspreekbaar na de moord op Pim. En die zei, wil jij het woord blijven voeren? Want uiteraard, jij bent zijn woordvoerder.
Dus dat heb ik gedaan tot 15 mei. En toen dacht ik, de fractie kiest in iemand anders. Ja. Maar de fractie die wilde per se dat ik mij kandidaat stelde. Ja. Daar is zelfs over gestemd, want ik had mijzelf niet voorgedragen als kandidaat. De fractie zei, jij moet je kandidaat stellen. En in de volgende ronde werd ik dus gekozen. Ja. Nou, dan doe ik het, want ik ben plichtgetrouw mannetje, zo gezegd. Vraag straks, die komt verderop in de uitzending, of dat wel goed is geweest. Maar komt zo. Ja. De erfenis van Fortuyn, we staan vier na dato, ruim. Wat heeft hij iets achtergelaten aan de samenleving? Zou je dat heel kort kunnen definiëren? Het allerbelangrijkste is dat Pim Fortuyn de arts was die de juiste diagnose stelde. En die diagnose was? De diagnose was dat wij in een samenleving zijn die geseculariseerd is, dus ontkerkelijkt, die los lijkt te zijn geslagen van waarden en normen. Wat geven wij door aan nieuwkomers en aan onze kinderen? Hij identificeerde dat. We leven in een rechtsstaat, we hebben scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid van man en vrouw. Allemaal zaken die in onze grondwet overigens grotendeels staan en die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn. Maar die kregen enorm actualiteit in de confrontatie natuurlijk met nieuwkomers. Precies, want het beeld wat de mensen zullen hebben, dat zal het zijn van een beetje polariseren. Een beetje tegen de allochtonen. Ja. En een sfeer creëren, onbedoeld misschien wel, waarin we wat ruwer met elkaar omgaan. Laat ik het heel simpel zeggen. We gaan wat ruwer met elkaar om, verbaal ook, sinds Pim. Ja, maar die sfeer die was er al eigenlijk vanaf de jaren 60, 70. En die sfeer van polariseren is ingezet juist door links. Maar dan wijzen we door met elkaar omgaan nu in de samenleving. De verruwing, kan je die op het konto van Pim Fortuyn schrijven? Nee, want dat zie je overal. Dat geldt in de sport, denk maar aan voetbalwedstrijden. Alle geledingen van de samenleving zie je helaas sinds de jaren 60 eigenlijk. Ja. Juist sinds die ontkerkeling, sinds het geval van waarde en norm heeft ingezet, zie je dus een verruwing van de zeden. En dat is juist waar Fortuyn zich ook tegen wilde keren. Ja. We spreken vaak in de politiek van het voor-Pim-tijdperk en het na-Pim-tijdperk. Wat is dat na-Pim-tijdperk? Wat heeft hij zo structureel veranderd in de samenleving of in de politiek dat je kunt zeggen, we hebben een tijdperk voor Pim en we hebben een tijdperk na Pim? Heeft u daar een idee van? Ja, nou, voor mij is het echt, en dat merk je in Den Haag, de achterkamertjes zijn zo goed als verdwenen. Ja. Dus dat... En je merkt echt dat als iemand iets wil zeggen of van mening is, op welk beleidsterrein dan ook in de politiek. En we hebben het gezien heel met de Europese grondwet, met het vreemdelingenbeleid enzovoorts. Dan worden de meningen echt gewisseld. Ja. Er rust geen taboe. Hoe was het dan daarvoor? Ja, er werd echt onder de grauwsluier van paars werd alles toegedekt en weggemasseerd. En dat mag je niet zeggen en dat mag je niet vinden. Het is misschien wel zo. Het was een beetje die mentaliteit. Daarom zeg ik ook, Pim was de arts die de juiste diagnose stelde. Dus als je vroeger had na de Tweede Wereldoorlog, dan zei een dokter ook niet van eerlijk van meneer of mevrouw, spijt me, u heeft kanker, maar we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Er werd niks gezegd. Het werd verdoezeld. Dus je kan zeggen, een van de erfenissen van Pim is dat we nu mogen zeggen wat we denken in Nederland. Ja. En liefst dan op een fatsoenlijke manier. Uiteraard. En op een intellectuele manier. Ja. Het was niet zo dat Fortuyn zei van, beroemde voorbeeld, u liet het voorbij komen, over de islam. Ja. Wat Fortuyn in werkelijkheid heeft gezegd in het interview, dat is ook later door de journalist in zijn proefschrift Han Wansink toegegeven. Hij zei, in mijn ogen is de islam een achterlijke cultuur. Ja. Maar in hun ogen zijn wij verdorven en van God los. Wat maakt de Volkskrant ervan? Ja. De islam is achterlijke cultuur. De nuance moest worden weggeschrapt, want Fortuyn moest worden neergezet als een vijand waartegen links de wapen kon lopen. Ik heb die hele dag ook als journalist meegemaakt, tot en met de uitzending ook van die zaterdag. Dus ik weet nog precies hoe dat Volkskrant artikel... En dat is eigenlijk de mal waarin Nederland moet worden gegoten. Van je bent links of je bent rechts. Ja. Wat we nu in gezien van de VVD wordt links met Rutte en rechts met Rita Verdonk. Dat is natuurlijk apenkool. Het is gewoon apenkool. U zei net, ik heb hem opgevolgd, ze vroegen me, ik ben gekozen. Er zijn ook mensen die zeggen, hij had dat nooit moeten doen. Hij had 2-3 uur langer moeten nadenken en dan had hij gedacht, dat is niks voorbij. Daar gaan we even naar kijken nu. Ja, dat is dan waarschijnlijk een van de laatste keren dat ik hier zal zijn, omdat ik weet dat het pand verkocht wordt. Dat is me echt zwaar te moeden, want het huis is toch wel helemaal Pim. Wat ik typisch vind is toch op een gegeven moment de beeldenissen van hemzelf. Die zie je dus in deze ruimte ook, hier in de hoek. Pim was tot zekere hoogte egotistisch. Hij was wat narcistisch. En hij vond het wel prachtig als hij dus op een gegeven moment foto's of schilderijen van zichzelf had. Ik heb heel weinig van Pim. Ik heb hem hier zitten. Dat is de afgelopen 4 jaar eerder erger geworden dan minder. Maar ik heb een kleinigheidje van hem en dat is, ik vond in zijn auto
vond ik dus Mansert open liggen en die heb ik me toegeëigend. Nou, dat is een herinnering aan hem. Zullen we naar boven gaan? Ja? Nou, hier komen we in het meer informele gedeelte van het huis van Pim. Dit is ook de etage waar hij familie en vrienden dus hoofdzakelijk ontving. Waar dus op een gegeven moment ook gegeten werd met elkaar. Weet u nog waar u was toen hij vermoord werd? Ja, ik was in de keuken bij de aanrecht in mijn huis in Loenhout. Ja. Ja. En ik werd gebeld, ik denk om 6:07 of iets van die naad. Door mijn oudste zus, dat ik naar de televisie moest kijken. Die hebben we meteen aangezet. En toen zagen we mijn broer op de grond liggen. En toen was mijn reactie meteen, die is dood. Nou, nu gaan we naar het meest intieme gedeelte van het huis. En dat is de slaapkamer van Pim. Een plek waar je slaapt, waar je plezier kan hebben. Zeker de laatste maanden van het leven van Pim heeft hij hier samen met zijn butler Herman in angst vertoefd. Ze kwamen s'avonds thuis, ze waren bang, alarminstallatie aan en ze dan hier verstoppen. Ik denk dat ze Pim langzamerhand met rust moeten laten. En dan is de verkoop van het huis is daar een onderdeel van. Ik hoop dat de inboedel, vooral de kleinere dingen, bij de man in de straat terechtkomen. Wat vindt u dat er met zijn politieke erfenis is gebeurd eigenlijk? Die is volkomen teloor gegaan. Dat is de LPF met zijn leider, met degenen die een actieve rol in de LPF hebben gespeeld, hebben er eigenlijk niks van gebakken. Mat Herbe is dus op het toneel verschenen, ik denk, loop van maart 2002. De man is, toen hij neer is gehaald, genoemd als de absolute leider. Maar was Mat Herbe dan al de juiste persoon om die erfenis te bewaken? Nee, in principe niet. Maar wie was er anders? En daarom zeg ik al, als Mat nagedacht had, hè, 2-3 uur nagedacht had over wat hij op zijn schouders ging nemen, had hij het nooit gedaan. Het kan gewoon niet. En nogmaals, het is een lieve aardige man. Maar je moet andere capaciteiten hebben om die 25 fractieleden en een minister, staatssecretaris groep onder controle te kunnen houden. Maar ja. Wat had Pim nu geadviseerd aan de LPF? In de huidige situatie, stoppen ermee. Ja, plug eruit, stoppen ermee en ik ga wat anders doen. De plug eruit. Het LPF? Stoppen ermee. Het is een hele merkwaardige redenering. Ja, ik weet, vlak na de moord zei Martin dat ook al. Kijk, je hebt natuurlijk rondom Pim had je mensen, familieleden en ook adviseurs, zeg maar, die niet zozeer gegrepen waren zoals ik door het politieke gedachtegoed. Mm. Maar ja, puur de persoon Pim Fortuyn. Ja. En dus met Pim Fortuyn weg, dan ook de LPF weg. Ja. Nou vind ik dat dat het ergste is wat je een wetenschapper, de socioloog professor Dr. W.S.P. Fortuyn, kunt aandoen. Als jij zijn intellectuele erfenis verkwanselt. Maar dus ik heb me ingezet voor het eerherstel, wetenschappelijk en als mens. En dat vind ik. Dat is echt een heidense klus geweest. Maar nu staat u op nul in de peilingen. Mm. Het wetenschappelijk instituut draait een beetje, geloof ik. Mm-hmm. Zou het niet veel beter zijn om dat instituut te laten doorgaan en te zeggen tegen elkaar, joh, laten we die LPF opheffen, want dat heeft geen zin meer nu. En zijn ideeën, dat doen we dan wel via de wetenschap voor professor Dr. W.S.P. Fortuyn. Ja, maar goed, om wetenschappelijk instituut te hebben moet je ook een partij hebben. Dus het is vers 2. Overigens heb je daar gelijk in. Op zekere hoogte gaat het mij om het bewaren van het wetenschappelijke en politieke gedachtegoed van Fortuyn. Als ik dat zou kunnen onderbrengen bij een andere belangrijke stroming, dan zou ik daar al heel blij mee zijn. Ja. Maar ik me tegen verzet is dat het verdwijnt als een schip in de mist. Maar je kan dus zeggen, de LPF kunnen we laten verdwijnen. Het zit er ook wel in natuurlijk. En het gedachtegoed gaan we op een andere manier, gaan we dat levend houden voor de samenleving. Ja, je krijgt sowieso de komende jaren, binnen 10 jaar, een totaal ander politiek landschap in Nederland. Ja. Met 2-3 grote partijen en de rest verdwijnt allemaal. Ja. Dat vereist een ander gesprek. Maar dan is het LPF dus ook verdwenen. En de LPF zal daarin moeten proberen het gedachtegoed van Fortuyn aan te laten aansluiten bij een grote liberale stroming, denk ik. Betekent dat de LPF bij de verkiezingen al weg is? Nee, dat verwacht ik niet. Nee, ik hoop ook dat de aanhangers van Fortuyn, want in tegenstelling tot wat Martin beweert, is het niet zozeer een kwestie van al dan niet persoonlijke verdiensten. Nee. Het gaat erom dat
Er verdeeldheid heerst bij de politieke erfgenamen van Fortuyn. En als die niet samenwerken, verdwijnt de LPF. Nog één vraag. Heel kort nog even. Heeft dit u gevormd op de een of andere manier als mens? Wat er gebeurd is de afgelopen 4 jaar? Moeilijke vraag, weet je dat? Dit soort dingen, hoe erg het ook is, heb ik in mijn leven altijd rekening mee gehouden. Ik heb in mijn persoonlijk leven verdrieten meegemaakt. Ik was al enigszins gehard, dacht ik van mezelf. Maar die tranen zitten vlak achter je ogen. In mijn werk als defensievoorlichter heb ik ook crisis meegemaakt. Ja. Jaren 90. Ik had het gevoel in 2002, ik moet zorgen dat het land niet afglijdt naar anarchie en rebellie. En ik heb mijn plicht gewoon gedaan. En of het mij gevormd heeft... Oké, denk er nog langer over na. Bedankt voor de komst naar de studio, Matt Herbe. Graag gedaan.